Mm-hmm. Ja, maar dat is dus elk land is daar anders in. En ik merk het zelf ook als ik speel in België, dat er dan een soort bevrijdende storm door zo'n zaal gaat bij van die lekkere harde grappen. Hè? Dat ze, ik sta op straat en opeens wordt er €5 in mijn handen gedouwd, bijvoorbeeld. Dat is gewoon echt gebeurd. Als je dat soort dingen vertelt in België, dan hoor ik al 10 mensen. Ja, dat is bij mij ook gebeurd. Of gewoon lekkere dingen van het gaat blinden. Ja, wat, die zijn ontzettend duur. Dat kost de belastingbetaler heel veel geld. Dus vandaar het genetisch onderzoek. Maar wat dacht je van blinde homo's? Die zijn nog veel duurder. Mm-hmm. En blinde homo's die bestaan, die zijn bijna allemaal voetbalscheidsrechters. En als je dat soort grapjes maakt, ja. die zijn vreselijk. Die hebben ook vreselijk onveilige seks. Daar lusten de geleider onder geen brood van. En wat die gebruiken namelijk allemaal condooms. Die gebruiken wel condooms, maar er zitten gaatjes in, want die zijn gebrailleerd.